Welkom bij de lezing van het Haags Gemeentearchief, dit keer in de vorm van een interview. En vandaag is onze gast Frits Zwart, dames en heren. Hij is muzikoloog en biograaf van Willem Mengelberg. Ik kan wel zeggen, Nederlands meest controversiële wereldster uit de vroege 20e eeuw. Frits die heeft zich jarenlang ingezet voor het Nederlands klassieke muzikale erfgoed. Maar hij is vooral muzikoloog en biograaf van Willem Mengelberg. En dit jaar, op 1 januari, is hij gestopt met zijn functie als directeur van het Nederlands Muziekinstituut. Hij heeft daarvoor ook een bijzondere waardering gekregen in de vorm van een benoeming tot officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet. Dames en heren, Frits Zwart. Nou Frits, wat ik net al zei, je hebt een biografie geschreven over Mengelberg. En wat me eigenlijk, waar ik eigenlijk over na zit te denken is, wat was voor jou het moment dat je dacht van nou die Mengelberg, dat is een hele interessante figuur, daar wil ik eigenlijk wel een boek over schrijven? Dat is eigenlijk geleidelijk aangekomen. Ik was destijds in de jaren 80 werkzaam in het gemeentemuseum, nu het kunstmuseum. En daar was een grote muziekafdeling. En in die muziekafdeling was het archief van Willem Mengelberg. En ik was met de zorg voor de archieven belast. Dus dat archief van Mengelberg lag ook onder mijn verantwoordelijkheid. En ik merkte gaandeweg dat daar steeds belangstelling voor was van allerlei mensen die geïnteresseerd zijn in muziek of waren in muziek. En ik was van huis uit niet met Mengelberg opgegroeid. Sommige mensen zijn dat wel, hè, die hebben bijvoorbeeld ouders of grootouders die altijd naar de concerten van het Concertgebouworkest gingen in Amsterdam. Ik heb dat niet, dus Mengelberg was voor mij wel een bekende naam natuurlijk, maar het was geen vertrouwde naam. En door de vragen die er kwamen destijds begon ik te zien hoe veelzijdig deze muzikus was. En toen gaandeweg, toen was ik ondertussen afgestudeerd bij mijn studie in Utrecht. En toen werd eigenlijk vanuit het museum destijds onder Mensink enorm aangedrongen van jij moet die biografie over Mengelberg gaan schrijven, want die bestaat nog niet. En ik had al dat bronnenmateriaal onder mijn beheer, dus gaandeweg is dat gekomen. En ik was toen ontzettend beducht voor alles wat er aan Mengelberg hing. Want het bekendste was natuurlijk toch de deconfiture aan het eind van zijn loopbaan. Dat hele gedoe rond de Tweede Wereldoorlog en de discutabele rol van Mengelberg daarin. Nou, en in de jaren 90 ben ik daaraan begonnen. En eigenlijk is het tweede deel van mijn biografie, dus een biografie die in twee delen is verschenen, pas in 2016 verschenen. Het eerste deel in 1999, het tweede deel dus in 2016. En nu beleef ik zelfs het genoegen dat die biografie in het Engels is verschenen en dat er een Duitse uitgave zit aan te komen. Nou, dat klinkt indrukwekkend, Frits. Maar ik weet niet of iedereen Mengelberg wel goed kent. Het is natuurlijk een componist, dat is wat we weten. Maar kun je even heel in het kort aanstippen, wat was dat voor persoon? Wie was Mengelberg? Ja, Willem Mengelberg, even voor de duidelijkheid zijn jaartallen. 1871 geboren, 1951 overleden. Vanaf 1895 dirigent van het Concertgebouworkest. Hele jonge dirigent. En tot en met 1945 is hij eigenlijk dirigent geweest van dat orkest. En in die tijd heeft hij een enorme schwung aan dat orkest gegeven. En ervoor gezorgd dat alle componisten van betekenis in Amsterdam langskwamen. En alle solisten van wereldfaam daar ook langskwamen. En dus gaandeweg is Amsterdam daardoor een metropool op muziekgebied geworden. Daar komen we straks ook nog even op terug, denk ik. Dat hoop ik zeker. Ja. En langzamerhand is ook natuurlijk zijn eigen carrière helemaal uitgewaaid. Maar steeds Amsterdam als hoofdzetel van zijn positie. Ja. Hoe kwam het eigenlijk dat... het was natuurlijk een Nederlandse dirigent uit Van der Polder. Hoe kwam hij ineens in contact met een Oostenrijks-Tsjechische componist uit de bergen? Mengelberg, we hebben het over Gustav Mahler. Gustav Mahler, excuses inderdaad, daar hebben we het over, dames en heren. Mahler is 11 jaar ouder dan Mengelberg. En Mengelberg heeft waarschijnlijk al eind jaren 90 partituren van Mahler gezien. Dus de uitgegeven muziek.
En dan heeft hij later daarvan gezegd, ja, ik begreep toen die muziek niet zo, nog helemaal. En toen is hij in 1902 naar Krefeld afgereisd, want daar werd de wereldpremière gegeven onder leiding van Mahler van de derde symfonie, van zijn derde symfonie. En dat was voor Mengelberg ja, een moment die bepalend is geweest voor zijn verdere carrière. Want toen heeft hij ineens het licht gezien, zou ik bijna kunnen zeggen. Maar in ieder geval zo onder de indruk genomen geworden van de muziek van Mahler, dat hij na die première in 1902 Mahler heeft benaderd. Waarschijnlijk gewoon zich heeft laten voorstellen in de afloop. En toen heeft gezegd, ik wil u graag in Amsterdam uitnodigen om diezelfde symfonie te komen dirigeren. En blijkbaar hadden ze iets gemeen. Ik lees ook in jouw boek op bladzijde 198, het zijn behoorlijk dikke pillen, dames en heren, nummer 1 van jouw biografie. En daar staat, dat schrijft Mengelberg, ik noteerde Mahlers uitspraken en verklaringen welke de kern van de muziek raakten, schrijft Mengelberg. En wat is deze visie op de kern van de muziek die Mahler en Mengelberg blijkbaar deelden en die tot hun latere hechte samenwerking leidde? Ja, kijk, Mengelberg heeft, zoals ik net zei, Mahler naar Amsterdam uitgenodigd. Is hier 4 keer of dan in Amsterdam geweest. En in die tijd woonde Mengelberg de repetities van Mahler natuurlijk bij. Hij had het orkest voorbereid, de ensembles gestudeerd. En hij heeft dan tijdens die repetities met Mahler allerlei uitspraken genoteerd in die partituren. En natuurlijk zei Mahler bij het instuderen iets over de betekenis van zijn muziek. Nou, het feit dat Mengelberg zich heeft ingezet voor Mahler was eigenlijk buitengewoon in die tijd, omdat de muziek van Mahler nog niet algemeen geaccepteerd was. En nu is Mahler een laat ik maar zeggen, top 100 componist. Een enorm succes als je Mahler programmeert. Maar in die tijd was die muziek of onbekend, of hij werd door heel veel mensen gewoon afgewezen. Vond het niks. Die nieuwe muziek van Mahler, nee, dat was. En Mengelberg heeft dus als een van de weinigen, maar er waren natuurlijk wel meer mensen, maar als een van de weinigen en met zijn prachtig orkest een enorm podium geschapen voor Mahler in Amsterdam. En dat deed hij natuurlijk omdat hij die muziek begreep. Hij heeft gedacht, ja, maar dat is de muziek van de toekomst, de vernieuwing van de symfonie. En zo heeft hij dus al die jaren hardnekkig de mensen ingepeperd, zou je kunnen zeggen, van die muziek van Mahler is fantastisch. En om dat de mensen te laten leren en begrijpen, heeft hij voortdurend die stukken gespeeld. Aha. Hij noemde Mahler zelfs de Beethoven van deze tijd. Hoe kwam hij eigenlijk tot die uitspraak? Ik denk dat je het min of meer al gezegd hebt, maar kun je daar nog iets over zeggen? Ja, nou ja, Beethoven is natuurlijk voor de muziek het begin van de romantiek, een enorme vernieuwing van de symfonie. Beethoven is natuurlijk voor de orkesten, ook voor andere bezettingen, maar de grote vernieuwer. Nou, datzelfde zie je. En Beethoven heeft zijn 9 symfonieën geschreven, waarna elke componist nadien bang is geweest hoe met die symfonie om te gaan. En Mahler is dus de eerste dan die, waarvan Mengelberg dan zegt, ja, maar dit is de nieuwe, de vernieuwer van de symfonie, zoals Beethoven dat 100 jaar eerder ook heeft gedaan. Kun je ook zeggen dat Mengelberg wellicht een visionair was in dit opzicht? Nou, hierin zeker. Ja. Als je voortdurend hoort van die Mahler, dat willen we je eigenlijk niet. En jij zet je zin maar door. En de mensen, de tegenstand, die kunnen wij ons niet meer voorstellen eigenlijk. Nee. Hè? Het was toen zo dat mensen onder die muziek in het concertgebouw dus wegliepen. Gaan we het ook nog even over hebben direct, ja. Ja. Dus, en dan ga je maar door met dat, ja. Laat je niet van de wijs brengen en je blijft in die muziek geloven. Ja, je zegt zelfs dat die uitspraak van Mengelberg, dat Mahler de Beethoven van deze tijd is, dat het een moedige daad was. Kun je daar nog even iets over zeggen? Waarom was dat een moedige daad? Dat was voor de meeste mensen volkomen idioot dat je dat zei. Hè? Zo'n groot man, Beethoven, en dan die Mahler ook. Ja. Daar geloofden de mensen helemaal niet in. Een soort heiligschennis, als het ware. Ja, maar ook van overschatting van een man als Mahler. Ja. Ja. Dus dat in het begin, nou, nogmaals, de zaal liep leeg. Ja. Nou, dat hebben wij bij Amare, zullen we dat niet meemaken.
En kun je zeggen dat hij uiteindelijk gelijk had, Mengelberg? In zijn hij heeft absoluut succes geoogst. Dus hij heeft de mensen leren luisteren naar de muziek van Mahler. Ja, ik wil even iets... ook even ingaan op de visie van de orkesten die hij dirigeerde. Bijvoorbeeld het bestuur van het New York Philharmonic. Ja. Dat vond dat Mengelberg leed aan Mahleritis. Ja. 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 En ook het Concertgebouworkest dat had ook een bepaalde visie op zijn enorme drive om die Mahler voor het voetlicht te krijgen. Wat dachten die besturen eigenlijk precies over zijn inspanning? Wat vonden ze ervan? Kijk, Mengelberg heeft de muzici het bestuur bevochten. Hij kreeg natuurlijk ook steun. Maar hij werd ook wel opgebeld nadat Mahler was geweest van als je die man weer laat komen, dan ga ik uit het bestuur. En er waren orkestmuzici, die waren woest, want die stukken stellen ook door hun lengte maar enorme eisen aan de muzici. Dus, maar dat, hij zette dat door en in Nederland werd dat pleit beslecht in de loop van de jaren. In New York, daar begint Mengelberg dan te dirigeren in 1921. En dan zie je, dan wil hij zijn Mahler-muziek daar weer brengen. En die New Yorkers, die willen daar ook weer niets van weten. Dus dat bestuur, we hebben een grote dirigent binnengehaald, maar die komt maar steeds met zijn Mahler. Kost ook heel veel geld, die grote bezettingen. Moet je extra muzici inhuren. Dus dan lees je op een gegeven moment in die verslagen, we laten hem dan toe 1 keer per jaar een stuk van Mahler, of 1 keer per seizoen een stuk van Mahler te spelen. Dan kom je die dirigent wat tegemoet en dan, dan blijft het beperkt. En kijk, zij keken toen ook bijvoorbeeld terug op het Mahlerfestival in 1920. Dat was georganiseerd toen Mengelberg 25 jaar dirigent van het Concertgebouworkest was. En Mengelberg wilde ter gelegenheid van het jubileum het hele oeuvre van Mahler uitvoeren. Die Amerikanen hadden het natuurlijk allemaal gelezen. Die hadden daarvan gehoord. Hè. Dat was natuurlijk toch een enorm evenement. En dan lees je in die kranten in de jaren 22, 23... daar komt die Mengelberg met zijn Mahler. En in Amsterdam hebben ze dan een Mahlerfeest. Dat moeten ze maar vooral in Amsterdam doen. Als ze er bij hier niet mee beginnen. En dat doe je toch ook niet met Elgar of met Dundee of... Dus er was enorm afkeer. Dus het was niet alleen de directie van de orkesten, maar ook de pers die negatief was. Ja, de pers was in Amerika buitengewoon negatief. Hè? Die nieuwdichterij van Mahler, die onzinnige, bombastische stukken. En hoe was dat in Nederland? Hetzelfde? En dat was in Nederland natuurlijk in het begin precies hetzelfde. Hè? Maar dat hebben natuurlijk heel veel componisten gehad. Heeft Strauss ook gehad. Ja. Maar goed, bij Strauss had je natuurlijk vrij snel dat... De gezichten allemaal dezelfde, dus dat vonden mensen mooi. Maar bij Mahler duurde dat veel langer. En je had natuurlijk een pro- en contra-beweging. En Mahler zegt dan zelf in Amsterdam, die is hier 4 keer geweest... dus dan schrijft hij aan zijn vrouw... ik heb hier een eigen Mahler-gemeente in Amsterdam. Die is daar gevormd. Dus er ontwikkelt zich dan een groep mensen... die toch zich laat winnen door die muziek van Mahler. Ja, want het publiek dat liep in het begin weg, begreep ik. Hè? Maar gaandeweg accepteerde men de componist steeds meer, las ik in de biografie. Ja, Mengelberg haalde daar ook echt trucs voor uit. Hè? Kijk, Mahler was toen hij hier dirigeerde ook heel enthousiast. Dan schrijft hij niet in zijn brieven dat die zaal dus langzaam leeg liep. Maar Mengelberg is steeds die symfonieën gaan uitvoeren die Mahler in Amsterdam had gedirigeerd. Dus dan komt hij maar met de eerste symfonie bijvoorbeeld. En die herhaalt hij maar voortdurend. Dus de mensen hadden eigenlijk geen keus. En op een gegeven moment, om dat tegen te gaan, houdt hij de mensen ook eens een keer voor de gek. Ik meen dat in 1912 of 1913 is geweest dat er een concert geprogrammeerd is... voor de pauze de... Twee keer hetzelfde, toch? Ik bedoel iets anders. De 4e symfonie van Mendelssohn. Ja. Na de pauze de 1e symfonie van Mahler. En dan denken veel mensen, dan kunnen we lekker in de pauze weg. En zonder dat het wordt aangekondigd... dirigeert Mengelberg voor de pauze die 1e symfonie van Mahler. Waardoor dus mensen gewoon te pakken werden genomen, zal ik maar zeggen. Gevond, En
Maar zo lees je dat in de jaren voor 1900 ook al, bijvoorbeeld bij een symfonie van Brahms, was ook al stevig. Ja. En dan komen er allerlei klachten, dan dirigeert hij, en dan tussen de delen geeft hij zo weinig pauze dat de mensen geen gelegenheid hebben om weg te lopen. Dat is dus echt slim, ja. Dus hij is daar heel uitgekookt in om te kijken hoe overtuig ik de mensen en hoe maak ik ze onmogelijk om weg te komen onder mijn... Hij had een bepaalde uitgekooktheid. Een bepaalde uitgekooktheid daarin. Dus. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ja, ook een, was ook wel enigszins manipulatief, lees ik later. Dat hoor ik dan Alma zeggen. Maar goed, daar kom ik straks even, even op terug. Maar hij wist het publiek dus te bespelen, of in ieder geval zo te bewerken dat ze op een gegeven moment ontvankelijk werden. Ja, en gaandeweg krijgt hij natuurlijk ook steun van het bestuur. Hè? Er komen natuurlijk steeds meer mensen, ook muzici... Ja. Die ervan overtuigd raken dat dit toch wel wat is. Ja, maar ik begrijp dus dat hij heel veel tegenwerking heeft gehad van... of eigenlijk tegenwerking, ze wilden geen geld spenderen van de directie, van de orkestdirecties. Daarnaast ook de pers, die was niet unaniem positief. Het publiek liep in het begin weg. En dan lees ik in jouw biografie dat de componist Alfons Diepenbrock... die schrijft, dat was trouwens ook een vriend van Mahler, begreep ik... die schrijft het orkest... vindt het op een paar echte artiesten na afschuwelijk. Ja. Wat was de relatie met het orkest? Hoe stonden de orkestleden tegenover nou ja, de kijk, muziek van Mahler? Nu zou je daar dus een probleem mee hebben. Er was natuurlijk toen geen inspraak. Hè? Dus een dirigent die besliste dat gewoon. En hij zal vast wel door hebben gekregen... aan de manier hoe muzici zitten en hoe ze keken... dat ze het niet mooi vonden. Maar... daar in die tijd hoefde hij zich daar niet heel erg aan te storen. Mm-hmm. Dus hij heeft dat natuurlijk gewoon doorgedouwd. Dus de belangrijkste factor was natuurlijk gewoon het bestuur. Of die dat accepteerde, ja. En het bestuur vond natuurlijk toch dat Mengelberger een geniale dirigent, een geniaal muzikus. En wat man kon ongelooflijk charmant zijn en overtuigend ook. En dus ja, dat is maar doorgegaan tot 1920. En toen kon men dus... zo'n heel festival programmeren. Hè, dus alle symfonieën, dat ging in 10 dagen. Alle symfonieën. En ik heb daar nog een keer een ooggetuige van gesproken. Die vertelde dan dat ja, alle trams in Amsterdam... die hadden vlaggetjes op voor dat Mahlerfeest enzovoort. En heel Amsterdam zoemde als het ware van opwinding. En hè, toen was een concert natuurlijk toch iets anders dan nu... En dat was een belevenis van de hoogste orde. Er waren ook heel veel buitenlanders. Hè. Een dirigent als Sir Thomas Beecham, een bekende Engelse dirigent... was daar toen als waarnemer voor de Times of een andere Engelse krant. En zo waren dus allerlei buitenlanders. Die keken hun ogen uit, dat schrijven ze ook. Die muzici van het orkest die spelen die stukken ongeveer uit het hoofd. Ja. Zo goed kenden ze die stukken. Ja, en ook in 1934 had hij een operationeel succes in Wenen... toen hij daar een aantal Mahlerconcerten gaf, hè? Postuum. Dus ja, hij oogste enorm veel succes met Mahler... en heeft uiteindelijk bereikt wat hij wilde, begrijp ik. Kun je nog even kort zeggen van hoe is hem dat eigenlijk toch gelukt... om Mahler zo in de picture te krijgen en... Volhouden, ja. En nogmaals, een dirigent was in die jaar natuurlijk een toch meer een autocraat. Ja. Dus hij geloofde daar. Hij overreden eigenlijk iedereen met zijn muziek, ja. Met zijn dirigeerkunst. Misschien is het leuk als we nu even gaan luisteren naar over welke muziek we het eigenlijk hebben. Hè? Dat we even kort gaan luisteren naar mag muziek. Mag ik daar twee tellen iets over zeggen? Dat is een stukje van het langzame deel uit de vierde symfonie. Onder leiding van Willem Mengelberger. Thank you.
was. Heel fraai is natuurlijk het Adagietto van Mahler. En ik raad u echt aan, als u nog niet bekend met deze muziek bent, om dat een keer te beluisteren. En dan het liefst bij kaarslicht met uw geliefde. Het is werkelijk een heel mooi stuk muziek. Dan had ik ook nog een vraag over Mengelberg. Want ik ben heel benieuwd naar zijn eigen creativiteit en zijn eigen kunstzinnigheid. Hij maakte nauwkeurige aantekeningen als het gaat om de partituren van Mahler. Mahler liet hij ook een aantal keren symfonieën uitvoeren in Amsterdam. 4 keer in totaal is hij geweest in Nederland. Was Mengelberg een slaafse kopiist of had hij ook een eigen inbreng bij die uitvoeringen? En als we met name kijken, die partituren, die heeft hij helemaal volgeschreven met aantekeningen. Ja. Om te beginnen, dit is de partituur van de 4e symfonie, waar we net een fragmentje uit hebben gehoord. Je ziet hier dus aan dat hij helemaal épris was van Mahler. Hij heeft echt het genie herkend. Dus dan schrijft hij dus op de eerste bladzijde, dat is de linkerkant, is dan de bezetting en de rechterkant is de eerste partituurbladzijde. En je ziet overal hoe bijzonder eigenlijk hoe hij zich bewust is dat hij zo'n groot componist meemaakt in Amsterdam. En hij schrijft dan dingen op in die partituur van Mahler zei dit en hij zei dat. En dan schrijft hij daar ook nog bij, u zult het wel niet kunnen lezen, maar daar staat de eer een woord. Dus hij probeerde echt dat moment even die uitdrukkingen of die aanwijzingen van Mahler vast te houden. Nou, dan de vraag is, klinkt Mengelberg natuurlijk net zoals Mahler heeft geklonken? Nou, in het begin, dus vanaf 1903, 1904, heeft vermoedelijk Mengelberg inderdaad Mahler helemaal gevolgd. En dus de vraag is altijd, loopt dat op een gegeven moment, want wat u net hoorde was een opname uit 1939, dan is Mahler al 28 jaar daarvoor overleden. Dus in hoeverre is dat nog een authentieke Mahler? En natuurlijk is het onmogelijk dat een mens, dus ook als Mengelberg, zich niet zou ontwikkelen en dat daar een zekere eigen inbreng in die muziek komt. Maar aan de andere kant is Mengelberg zo doordrongen van het feit dat hij met Mahler iets bijzonders heeft door te geven, als het ware, dat ik denk dat we toch heel dicht nog bij die oorspronkelijke Mahler zitten. En ik denk dat ook omdat hij in die partituur zijn tempi opschrijft. Dus ik weet niet of je dat kan zien, maar je ziet daar bijvoorbeeld een tempo of een cijfer 80 staan. En dat betekent dus dat hij bepaalde noten waar het cijfer 80 geeft, waardoor dus 80 van die noten in 1 minuut kunnen, waardoor een dirigent onmiddellijk een tempovoorstelling heeft. Nou, al dat soort dingen schrijft hij op. En als je daar doorheen bladert, zie je dat hij dus wisselt van tempo. En dan zie je bijvoorbeeld dat eerst in potlood geschreven staat. Dan staat het nog eens een keer in blauw potlood. Dan staat het soms nog eens in rood potlood. En waaraan je dus kunt zien dat hij eigenlijk weinig van inzicht verandert. Ik denk namelijk dat die potloodaantekeningen die je daar ziet, dat de alleroudste aantekeningen zijn die hij tijdens die repetities in 1903 heeft gemaakt. Maar dat hij daar later als studerend dan toch weer steeds op terugkomt en eigenlijk niet of nauwelijks van die tempi afwijkt. En als je had het er straks over 1934, het grote succes van Mengelberg in Wenen. Hij was daarvoor meerdere keren geweest. Maar dan zijn er observaties van recensenten dat Mengelberg eigenlijk malerischer is dan Mahler zelf. Dus dan zou je uit concluderen dat hij dus al die verschillen iets meer aanzet, iets uitvergroot. Dus dat het maar als je nu gaat naar een opname, wat je ook noemde, van de Adagietto uit 1926, dat is een van de oudste opnames, in ieder geval de oudste opname van Mengelberg van een Mahlerstuk, dan zit je natuurlijk toch wel heel dicht nog 15 jaar na het overlijden van Mahler. Dus het frappante daaraan is ook dat Adagietto is niet zoals u dat misschien van de film kent, De Dood in Venetië. Dat duurt dat stuk 12 of 13 minuten. Maar in de interpretatie van Mengelberg is dat maar ruim 7 minuten. Dus dat is veel en veel sneller. En hij heeft daar ook op zo'n soort bladzij
de geschiedenis van dat stukje bijgeschreven, hoe dat zit. En dat Mader dat heeft geschreven voor Alma. En dat ze dat beide aan hem hebben verteld, hoe dat zat. Dus hij is zich voortdurend bewust van de historiciteit van die partituur en van de interpretatie waar hij mee bezig was. En hij schreef er ook bij dat het een liefdesverklaring was aan Alma. Hè? Ja. Dus dat... als je die dood in Venetië, dan heeft dat niks van een liefdesverklaring. Is dat heel sentimenteel, zou je het misschien kunnen zeggen, maar in ieder geval heel melancholisch. En als je dus veel sneller speelt, dan merk je dat het toch een veel lichtere toets krijgt eigenlijk. Ja. Maar als je dan nog leest hoe Mahler over Mengelberg spreekt, dat is alleen maar in superlatieven te karakteriseren. Dus ik durf de stelling wel aan dat Mengelberg dat je daarmee het meest dicht bij het geluid en de klank van Mahler komt. Ja, je zegt net, als Mahler over Mengelberg spreekt, dat is alleen maar in superlatieven. Ik heb die biografie natuurlijk ook gelezen en ik proef daaruit dat er toch ook wel enige jaloezie soms was. Hij schrijft bijvoorbeeld aan de componist Diepenbrock, Mahler schrijft, dat hij behalve bewondering en vriendschap die buitengewone successen die Mengelberg heeft als dirigent en vooral het vermogen om goed met het orkest om te gaan. Ja, Mahler stond zelf een beetje bekend als een despoot. Hij was nogal tyranniek. Daar is enige jaloezie te beproeven. Maar hoe was de relatie in het algemeen met Mahler? Tussen? Het was een soort klankbord, begreep ik ook, hè? Mengelberg en Mahler. Mengelberg heeft Mahler natuurlijk gezien als de grote. Heeft natuurlijk altijd in bewondering naar Mahler gekeken. Maar je hebt in 1910 dirigeert Mahler in Rome. En dan gaat het zo. Heeft hij zo'n moeite met de orde van het orkest. Dus dan heeft hij echt gewoon ruzie. En dan gaat hij woest weg. En het laatste concert zegt hij af. En dan schrijft Mengelberg ergens in een notitie. Dat is mij beter gelukt met datzelfde Italiaanse orkest. Dus hij kon daar dan toch beter mee omgaan. Makkelijk mee omgaan dan Mahler. Terwijl Mengelberg natuurlijk in Nederland ook wel bekend stond als een despoot is misschien wat overdreven, maar toch wel een heel autocratisch optredende dirigent. Ja. Dus het gaat om nuances van heel stevig en nog steviger. Ja, want hij noemde die oudere violisten toch uitgeknepen citroenen, geloof ik. dat is een opmerking die... Nee, dat heeft hij gezegd van een koorleden. Oh. De dames van het toonkunstkoor in 1936 noemt hij dan op een gegeven moment uitgeknepen citroenen. Ja, het is niet erg vlijend, maar... Maar goed, de relatie op zich was heel erg goed, dus een heel hecht. Het was Mahler en Mengelberg, dat waren echt vrienden, waren bevriend. En die voelden de muziek toch voor groot deel hetzelfde aan. Mengelberg heeft ook een aantal partituren van Mahler te leen gekregen om te zien hoe... want Mahler heeft natuurlijk ook aantekeningen in zijn partituur gezet. Coupures soms en... Dan geeft Mahler die te leen aan Mengelberg om te kijken hoe heeft hij dat stuk van Schumann bijvoorbeeld bewerkt. Ja. En hoe was eigenlijk de relatie met Alma Mahler? Want die is nooit natuurlijk in het huis aan de Van Egerstraat geweest, 107 in Amsterdam. Daar is hij nooit geweest, terwijl Mahler daar regelmatig heeft gelogeerd. En op een gegeven moment vroeg ze hem ook van nou, wil je de tiende symfonie dirigeren onder het publiek brengen? Ja. Die was natuurlijk wel onvoltooid en daar was Mengelberg niet zo happig op, geloof ik. Daar was hij heel erg. En daar was ze wat teleurgesteld in. En wat ze ook over hem zegt, is dat ze hem vond lijken op Lorge in Wagner's Ring. En dames en heren, dat is een beetje een trollachtige figuur. Een soort kwaadaardige en manipulatieve vuurgod in de Noorse mythologie begrijp ik. Kun je daar iets over zeggen? Ik vind dat altijd wel lastig om dat te interpreteren. Maar Alma Mahler was natuurlijk ook wel een hele bijzondere vrouw, mogen we wel zeggen. Dus wat je daarvoor waarde aan moet hechten, dat vind ik... Eigenlijk kan ik dat niet. Kijk, Mengelberg heeft Alma natuurlijk ook ontmoet, want hij is ook bij Mahler op bezoek geweest in Wenen. Die zijn samen ook sightseeing geweest. En dus ze hebben elkaar op meerdere plaatsen getroffen, behalve in Amsterdam. En hij heeft dus ook Alma ontmoet, die dan ook een jonge moeder is. Dan in 1912 Mahler leeft niet meer. Dan geeft
Mengelberg in Frankfurt, waar hij inmiddels ook dirigent was, een groot muziekfeest. En daar komt hij dan aan de arm met Alma. Hè? Die was natuurlijk eregast op die... En dan gaat dan onder andere de 8e symfonie en de 4e symfonie. Dus daar is een bepaalde verstandhouding tussen hen. Een goede verstandhouding. En dan schrijft Alma in 1923 dat verzoek over die 10e symfonie. En dan schrijft ze... Jij bent de enige die het waard is om dat werk van Gustav als eerste uit te voeren. En je mag er alles aan veranderen wat je wil. Ging dan twee delen. Nou, dat doet uiteindelijk Mengelberg ook. Dus Alma ziet wel dat Mengelberg wel toch tot de allergrootste interpreten is... Hè, waar Gustav Mahler het meeste vertrouwen in had. Dat proef je daar wel uit. En dat in 1936 is allemaal nog een keer... Nee, 38 nog een keer naar Nederland geweest. En dan is dat natuurlijk toch ook weer een geweldig weerzien. Maar Willem en Alma hebben dus nooit iets gehad wat je zou kunnen denken. Zeker met Alma, maar dat was niet aan de orde. Je had met iedereen het was een heel andere... Het was niet het type man waar Alma op viel, zou je kunnen zeggen. Nee, dat denk ik ook niet. En bovendien was Alma voor Willem natuurlijk de vrouw van de grote componist. Ja. Die zou ook haar toch misschien wel een beetje op een voetstuk hebben gezet. Ja, inderdaad. Ja, uiteindelijk was het zo dat Mengelberg geen muziek meer mocht uitvoeren van Joodse componisten. En daar heeft hij zich eigenlijk ook niet echt tegen verzet. Daar wil ik een correctie op maken. Ja. Dan zijn we ineens in de Tweede Wereldoorlog beland. En dan krijg je natuurlijk het verbod van de Duitsers... tot het spelen van muziek voor Joodse componisten. En daar ontstaat gedoe, zal ik maar zeggen... aan het eind van 1940 voor het nieuwe concertseizoen. Dat concertseizoen was natuurlijk al lang voordat de Duitsers Nederland invielen vastgelegd. En dan ziet het Rijkscommissariaat, zijn Zinkwart... Die ziet aangekondigd de muziek van Paul Hindemith... van Felix Mendelssohn en van Gustav Mahler. Nou, toen is de secretaris van Mengelberg... in opdracht van het bestuur naar zijn Zinkwart gegaan... of naar het Commissariaat, om dat uit te onderhandelen. Want wat moesten we nu? Wat moesten ze nu? En dan komt hij terug met de boodschap... Hindemith, geen sprake van. Dat moet dus afgevoerd worden van het programma. Mendelssohn komt niet in vraag, zegt die man. Mahler mag nog één keer. En dat is dus oktober 1940 geworden. En dan zegt het bestuur... daar moesten we Mahler maar niet laten uitvoeren... want we moeten het Rijkscommissariaat, de Duitse overheid... niet tegen de haren instrijken. En dat pikt Mengelberg dus niet. En die zegt, Mahler is mijn levenswerk. Ik sta erop dat ik de eerste symfonie van Mahler dirigeer. Dus dan op dat moment buigt hij dus niet. Daarna was er natuurlijk verder helemaal geen sprake meer van... of dat nou wel of niet gespeeld mocht worden. Het mocht gewoon niet gespeeld worden. En er zijn wel eens mensen die dan denken... dat je dat dan wel had kunnen doen als een soort verzetsdaad. Het is natuurlijk uitgesloten dat welk orkest dan ook... nog een keer een Mendelssohn of zoiets had mogen spelen... om daarmee die Duitsers te trotseren. Dat geeft toch wel een flinke nuance dan, vind ik. En ook als ik... Ik heb onlangs ook de hele mooie EO-documentaire gezien met jou. En die gaat ook over Mengelberg en met name zijn acties in de Tweede Wereldoorlog. Hij was natuurlijk op een gegeven moment persona non grata. Maar als je die documentaire dan ziet, dan blijkt dus dat hij van de 16 orkestleden er 13 uiteindelijk heeft vrijgekregen. Die zijn op een lijst geplaatst en uiteindelijk niet naar Duitsland gegaan. En daarnaast zijn er ook iets van 36 Joodse Nederlanders die dankzij zijn bemiddeling, en hij stuurde voortdurend brieven aan de Duitse autoriteiten, gespaard zijn gebleven. Hoe stond Mengelberg eigenlijk tegenover het Jood zijn van zijn vriend en tegenover Joden in het algemeen? Ja, nou, kijk, ik vind, en misschien vindt niet iedereen dat, Mengelberg geen antisemiet. Dat is even een stellingname. Kijk, Mengelberg was zich natuurlijk heel goed bewust van het Jood zijn van Mahler. En ik
ik neem aan dat ze daar zelf destijds ook over gesproken hebben. Je kunt niet zeggen dat Mahler, of dat Mengelberg in zijn repertoirekeuze met dat soort dingen rekening hield. Het was, sterker nog, hij zegt op een gegeven moment, want de discussies over Joden in orkesten en überhaupt de Joden, dat zegt Mengelberg, ja, maar het zijn wel mijn beste mensen in het orkest, mijn beste krachten. Dus ik heb nooit op die manier iets kunnen vinden waardoor je kunt zeggen Mengelberg was antisemiet. Integendeel, je krijgt in 1936, is het geloof ik, krijg je het ABC der Juden. Daar staat Mahler natuurlijk in, daar staat Mengelberg ook in. Die wordt dan voor een Jood aangezien. En dat wordt er ook nog bijgezet in een commentaar, of in dat boekje, dat Mengelberg ook nog bevriend was met de Joodse componist Mahler. Dat was natuurlijk een hele negatieve kwalificatie. En daar is Mengelberg eigenlijk trots op, dat hij die kwalificatie kreeg. Ik ben bevriend, voorvechter van de muziek van die Joodse componist. Want dat heeft, kijk, Mengelberg was overduidelijk Deutsch-freundlich. Mm-hmm. Hij zag in Hitler iemand die het herstel van Duitsland zou kunnen geven als het gaat om een wereldmacht, culturele belangrijke natie, herstel van de, of, het Duitsland weer groot maken na het échec van de Eerste Wereldoorlog, naar het Verdrag van Versailles. Dus in die zin heeft hij natuurlijk wel een hele foute waardering voor Hitler ontwikkeld. En dat is meer dan tragisch. Maar dat ging niet parallel aan de rassenideeën van de nazi's. Hij heeft verschillende keren ook bij orkesten gezegd, het is een, ik begrijp niet dat jullie Mahler niet mogen spelen. Heeft hij in Dresden gezegd, heeft hij in Wenen gezegd, heeft hij aan een banket in München gezegd. Wij hangen in Nederland de rassentheorie niet aan. Dus dat vond bij hem geen gehoor. En de grootheid van Mahler heeft hij ook nooit onder stoelen of banken. Ik lees soms wel eens dat hij zijn vriend Mahler zou hebben verraden toen hij dus niet meer Joodse muziek speelde. Ja, dat is dus absoluut niet waar. Nou ja, ik vind dat is natuurlijk een beetje, hoe zie je dat? Hoe kijk je daar tegenaan? Ja. Ik vind dat niet terecht is. Nee. Maar goed, je bent uiteindelijk ook nog in het huis geweest van Mengelberg, Tjaza Mengelberg, in Zuurort in Friesland, zeg ik. Nee, Zwitserland, daar kom ik zelf vandaan. Veel Zwitserland. En daar ben je geweest, en een aantal keren zelfs. En ik zag dat ook weer in die EO-documentaire. Toch wel de verbazing op je gezicht als je dan ziet wat voor aantekeningen hij bijvoorbeeld heeft geschreven in de Völkische Beobachter. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Wat trof je daar aan eigenlijk? Die film, ik weet niet of er mensen zijn die dat gezien hebben hier, die geeft een wat vertekend beeld. Alsof bij het moment van die opname ik dat pas voor het eerst zag. Ja. En die opname die waren september vorig jaar. En daar liggen dus kranten, de Völkische Beobachter. Dat was de partijkrant van de nazi's. En Mengelberg heeft die in 1933 en 1934 een tijdje lang ontvangen. Als abonnee, zal ik maar zeggen. En in heel veel van die kranten heeft hij aantekeningen gezet. Net als in die partituur. Het ziet er eigenlijk net als een partituur uit. Dan zie je de voorpagina van de krant en een grote toespraak van Hitler. En dan zie je ze pijlen, alle lezen. Dat zegt hij dan, schrijft hij dan voor zijn huisgenoten. Nou, en dan bladzijde 2, dan staat er nog wat aantekeningen en verder houdt dat dan op. Maar in ieder geval, nou, en die kranten, die heb ik al meer dan 10 jaar geleden mee naar Nederland genomen. Die zitten in het archief van Mengelberg. Dus die film lijkt alsof ik daardoor verrast was. Ik was wel verrast dat de huidige eigenaar die kranten nog steeds in zo'n stellage, in zo'n kelderachtige ruimte heeft liggen. Ja, hij stelde een vraag over 6 miljoen Joden. Het is bewezen dat die zijn overleden. Ja, maar is dat waar? Daar kan ik. Dat zie je aan het eind. Dan leest hij, dan wordt er gesuggereerd dat hij de krant leest. De New York Times is dat. En daar staat dan in dat er 6 miljoen Joden zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. En dan schrijft hij, zie je hem schrijven, in een animatie, is dat waar? En dat betekent niet dat hij de Holocaust ontkent of zoiets dergelijks. Alleen, dat soort cijfers kwam in die tijd pas naar buiten. Dus je ziet hem
of tenminste zo zou het moeten zien, met enorme verbazing en verbijstering misschien ook wel, van is dat wat er allemaal gebeurd is? En dat zie je heel vaak in dat soort kranten. In diezelfde kelder lag ook de Telegraaf in 1938 en het 1939. En dus het duiden van dit soort vondsten, daar moet je toch altijd vaak heel voorzichtig mee zijn. Het is nog wel een verschil alsof je de vulkusje open achter wat aantekeningen bijzet, of veelvuldig, in 1933 of in 1943. En hij heeft dat alleen in die twee seizoenen gedaan, toen hij een jaar ziek was en in dat huis verbleef in Amsterdam. En in Graubünden en niet in Nederland kwam. Aha. Ja, tot slot nog een vraag, ook nog een keer naar aanleiding van die EO-documentaire. Ik heb begrepen, ook uit de documentaire, maar ook met wat je ons nu hebt verteld, is dat hij zich heeft ingezet voor de Nederlandse muziekwereld enorm. Met name het Concertgebouworkest, Mahler. Hij heeft zich heel erg verdienstelijk gemaakt. Daarnaast heeft hij ook iets van 36 Joodse Nederlanders gered door ze op een bepaalde lijst te plaatsen. Ik geloof de lijst Barneveld. En dus als ik die documentaire dan zie, dan denk ik van nou, die man die heeft toch echt wel zijn sporen verdiend. Eerder is er over gesproken van zou er een straat naar hem genoemd moeten worden. Nou, ik kan me voorstellen, Avenue Mengelberg, dat misschien niet zo gepast is. Maar misschien het Mengelbergpad of de Mengelbergsteeg of... Nou. Dat is dan natuurlijk... Kijk, de vraag is... hoe heeft Mengelberg zich gedragen in de oorlog? Heeft hij dit, het opkomen voor de Joden... heeft hij dat als een soort verzetsdaad gedaan? Nou, dat is niet zo. Hij heeft, er werd gevraagd van, wij moeten iets voor de Joden doen. En er kwamen brieven binnen van... En daar acteerde hij onmiddellijk op. Hij vond dat heel erg toen hij... dan hoorden dat ze of uit het orkest moesten... of dat ze naar Westerbork moeten. Dus daar... En hij heeft dus niet doordacht... ja, maar dat heeft alles te maken met dat regime... waar je eigenlijk niet zo moeite mee hebt. Dus dat is natuurlijk toch het pijnlijke aan. Ja. Maar dat doet niet af aan het feit dat hij zich dus wel... voor die mensen heeft ingezet. En dat in veel gevallen... Hij was natuurlijk niet de enige. Het bestuur van het orkest deed ook, enzovoort. Maar het hielp... Hij had invloed, want hij had natuurlijk een hele hoge positie. Kopstuk in het Nederlands muziekleven. Dus daar kun je ook verder niets aan afdoen dat hij dat heeft gedaan. Maar het is natuurlijk... Daar blijft nog steeds aankleven dat Mengelberg zich toch wel heel weinig onderscheidend gedroeg naar de Duitse bezetter toe. Ja. En dat is natuurlijk, blijft een heel... pijnlijk onderdeel van een groot man, groot muzikus... die het dan toch in een heleboel opzichten laat afweten... maar gelukkig toch ook nog in diezelfde periode... voor heel veel mensen levensreddend is geweest. Lijkt me een mooie afsluiting. Dank je wel, Frits. Heel erg dank voor je komst en voor de informatie. En ik hoop dat u nu iets met wat andere ogen kijkt... naar deze beroemde componist die uiteindelijk zo slecht aan zijn einde is gekomen... Ik wil u verder hartelijk danken voor uw aanwezigheid en ik zie u heel graag een volgende keer terug. Ik wil u nog even attenderen ook op de eerstvolgende lezing. Die zal plaatsvinden op 11 november en die zal gaan over het 25-jarige stadhuis waar u nu in zit. Hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.